Hoe hebben de opvattingen van evangelische christenen zich de afgelopen jaren aangepast? Welkom bij Uitgelicht. In tijden van kerkverlating valt het op dat evangelische gemeenten groter worden. Godsdienstsociologen van de Radboud Universiteit deden onderzoek naar deze en andere trends in de evangelische gemeenten. En we praten daar zo meteen over met onderzoeker Paul Vermeer. Goedenavond, meneer Vermeer. Goedenavond. Maar eerst de Gezondheidsraad. Die wil dat embryo's gekweekt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Aan de telefoon medisch ethicus Theo Boer. Goedenavond, meneer Boer. Goedenavond. Ja, waarom wil de Gezondheidsraad dit, die embryo's kweken? Wat het bijzondere is aan het voorstel van de Gezondheidsraad is zowel dat embryo's überhaupt gekweekt mogen worden. Want tot dusver was het alleen mogelijk om dat te doen om onderzoek te doen met embryo's die over waren van een IVF-behandeling. Mm-hmm. Maar het belangrijkste is inderdaad de reden waarvoor. En dat is om ziektes bij embryo's te kunnen opsporen en door genetische manipulatie die te kunnen wijzigen. Ja. Ja, de Gezondheidsraad heeft ook gezegd dat ze breder onderzoek al willen toestaan. En daarnaast dan dus discussiëren over de ethische en juridische kant van de zaak. Maar dat lijkt wel een beetje de omgekeerde wereld. Ik denk dat u daar gelijk in hebt. Het punt is dat je eerst zou moeten praten over de vraag of het überhaupt gerechtvaardigd kan zijn. Je moet bedenken dat de huidige embryowet, die dus nu gewijzigd zou moeten worden, die is tot stand gekomen onder een paarskabinet. Mm-hmm. En dat Paarse kabinet dat heeft twee dingen gezegd. Ten eerste, mogen er geen embryo's worden gecreëerd voor onderzoek. En ten tweede, mag er met die embryo's niet worden geëxperimenteerd in de zin van genetische manipulatie. Dus dat is in feite een paars compromis wat er hier is bereikt. Waarvan je dus nu kunt zeggen dat het ineens zou worden opengebroken. Ik denk dat je zou kunnen zeggen, die paarse kabinetten hebben heel goed begrepen dat het met het embryo's heel bijzonders aan de hand is. Ja, ja, want wat zouden de gevolgen zijn als dit doorgang vindt? Nou, dat weten we nog niet precies. Wat men wil is onderzoek kunnen doen naar de mogelijkheid dat bij embryo's bepaalde ziekten worden uitgeselecteerd, dus niet uitgeselecteerd in de zin dat die embryo's dan niet worden ingeplaatst, maar dat uit dat DNA bepaalde strengen zullen worden genomen en vervangen door andere strengen die gezond zijn. Dus dat is op zich heel mooi. Mm-hmm. Eigenlijk het meest ingrijpende is wel dat het zou betekenen dat je nu mensen zou krijgen die compleet zijn gemanipuleerd. Want er wordt tot dusver wel met menselijk DNA geëxperimenteerd. Maar dat geldt voor heel bepaalde cellen, zoals bijvoorbeeld bloedcellen of zoiets. Maar dat heeft geen gevolgen voor de hele persoon. Het heeft ook geen gevolgen voor die persoon zijn nageslacht. Wat nu gebeurt, is dat men gaat manipuleren in het genetisch materiaal van deze hele persoon en ook voor zijn nakomelingen. Wel nu, het punt is dat wij niet alleen niet weten wat dan de gevolgen zullen zijn voor het nageslacht, want er zullen bijwerkingen kunnen zijn. Maar het punt is ook dat we moeten zeggen dat die eerste embryo's waarmee geëxperimenteerd wordt, ja, die leggen het loodje. En dat betekent dat je ontzettend moet oppassen dat je niet het leven in feite met grote disrespect behandelt. Ja, want zijn er ook gevaren aan die embryo-kweek? Dat kunnen we nu nog niet zeggen, dus dat zou moeten worden bekeken. Maar wat mij opvalt is op dit moment is dat in feite niemand heel goed erover nadenkt dat er eerst voldoende met dierembryo's zou moeten worden geëxperimenteerd. En dat je daar dan zou moeten kijken wat de eventuele bijwerkingen zijn. Ja. Normaal gesproken is het een medisch-wetenschappelijk onderzoek zo dat daar hele strikte eisen zijn als je dat met mensen doet. En een van die eisen is dat alles wat er op het gebied van dierexperimenten mogelijk is, moet eerst zijn gebeurd. Mm-hmm. Nou, dat is nu helemaal nog niet het geval. Die experimenten zijn nog lang niet uitgeput. Als je die experimenten zou doen, dan zou je daarmee ook kunnen vinden wat misschien de negatieve bijwerkingen zijn, waardoor je het überhaupt nooit zou moeten doen. Ja, ja. Ja, om dit mogelijk te maken moet er ook een wetswijziging plaatsvinden. Ziet u dat snel gebeuren? Dat is een goede vraag, want als je straks een kabinet krijgt waar het CDA in zitting heeft,
Dan kan het zijn dat het CDA op dit punt zegt dat zij de wet niet willen wijzigen. Hetzelfde geldt wellicht voor voltooid leven. Ja. Dus we moeten nog maar zien of dit inderdaad een haalbare kaart is. Ja. Dank voor uw toelichting, Theo Boer. Graag gedaan. Hoe kijken evangelische christenen naar de wereld en zijn die opvattingen veranderd? Twee vragen die godsdienstsociologen van de Radboud Universiteit Nijmegen proberen te beantwoorden in een groot onderzoek naar evangelische gemeenten. Bij ons in de studio hoofdonderzoeker Paul Vermeer. Goedenavond, meneer Vermeer. Goedenavond. Welkom in de studio. Ja, waarom een onderzoek naar evangelische christenen? Ik hou me al heel lang bezig met onderzoek naar de ontwikkeling van religieuze gemeenschappen in Nederland. Christelijke religieuze gemeenschappen. En dan kijk je meestal naar de, zeg maar, de grote religieuze gemeenschappen. De katholieke kerk, de PKN. En daar zie je natuurlijk al decennia een dalende trend als het gaat om het aantal kerkgangers, het aantal kerkleden. En dat verhaal kennen we eigenlijk wel, om het zo maar te zeggen. En, ja. En van daaruit werden we eigenlijk getriggerd en kwamen op het idee van, kunnen we niet eens gaan kijken naar gemeenschappen, religieuze gemeenschappen, christelijke gemeenschappen die tegen die trends in stabiel blijven of zelfs groeien. Dat was eigenlijk, laat ik zeggen, de motivatie om naar die gemeenschappen te gaan kijken. En we ontdekten ook dat dat eigenlijk nog vrij weinig was gebeurd in Nederland. Of weinig gebeurd. Ja. Ja, u bent zelf niet kerkelijk. Wat intrigeert u zo aan deze mensen, aan deze groep? Vanuit een sociologisch perspectief intrigeert het mij. Wat maakt dat in een zich verder seculariserende en ontkerkelijkende samenleving, zoals de Nederlandse samenleving. Nederland is best wel, je zou kunnen zeggen, koploper als het gaat om ontkerkelijking. Wat maakt eigenlijk dat deze groep het juist goed doet? Of goed is natuurlijk een normatief, maar dat deze groep overeind blijft. Ik ben van huis uit een katholiek, maar bij mij is dat gewoon verwaterd. Dus ik heb ook geen aversie tegen religie. Maar mij frappeert wel, ik woon praktisch tegenover een katholieke kerk. En ik zie dat daar eigenlijk nauwelijks nog leven is, enkel op zondag. En dan integreert je eigenlijk ook van hoe komt het dat andere groepen dat goed doen. Ja. Dus vanuit mijn eigen achtergrond is dat sowieso ook een verrassend fenomeen. En daar komt bij dat wereldwijd, je zou kunnen zeggen, het evangelisch christendom enorm groeit. Dus op een mondiale schaal is het interessant. In de VS bijvoorbeeld is het de grootste vorm van protestants christendom. Dus dat maakt het ook gewoon interessant om naar die groep te kijken. En ook van daaruit van, goh, hoe zit dat in Nederland? Ja, want u zegt het al, hè, dat de evangelische gemeente groeit. Zijn er nou eigenschappen van evangelische christenen die u gezien hebt waarvan u denkt, nou, dat zouden meer mensen moeten hebben? Eigenschappen. Nee, want hoe bedoelt u dat? Zouden meer mensen moeten hebben? Of? Misschien een bepaalde trend waardoor het eigenlijk het evangelisch christendom dus eigenlijk heel aantrekkelijk is voor veel mensen, aangezien zij groeien. Ja. Ik denk niet dat, laat ik zeggen, dat het evangelisch christendom in die zin een soort remedie is tegen ontkerkelijking. Wat wij bijvoorbeeld in ons onderzoek tegenkomen is dat het eigenlijk geen aantrekkelijk perspectief is voor katholieken. Mm-hmm. We hebben gekeken naar de mensen die bijvoorbeeld zijn overgestapt. Hè, of we hebben eigenlijk gekeken naar mensen zijn lid van een evangelische gemeente of kerken in een evangelische gemeente. Hè, want lidmaatschap is al een beladen term. Hè. Sommige mensen werken niet eens met een soort lidmaatschap. Mm-hmm. En we hebben gekeken, wat is eigenlijk de kerkelijke achtergrond van die mensen? 20%, iets meer, heeft echt een evangelische achtergrond. Maar de rest komt uit de PKN of uit een wat zwaardere orthodoxe protestantse kerk die niet is opgegaan in de PKN. En ongeveer 25% heeft geen kerkelijke achtergrond. Maar bijvoorbeeld voor katholieken, daar
die vind je eigenlijk niet dat die overstappen. Dus nee, ik denk dat het ook wel een soort protestants verschijnsel is. Ja, over die achtergrond gaan we het zo meteen nog eventjes hebben. U heeft nog meer aspecten onderzocht. Wat zijn die aspecten die u nog meer heeft onderzocht? We hebben eigenlijk drie dingetjes tot nu toe onderzocht. Want we hebben nog data die we nog niet hebben geanalyseerd. We hebben dus gekeken naar de achtergrond. We hebben gekeken van waaruit bestaat en wat verklaart de betrokkenheid van mensen bij een religieuze gemeenschap. En wat zijn hun politieke overtuigingen, hun waarden en normen. Dat zijn eigenlijk nu de drie aspecten die we wat uitgeplozen hebben, waar we aan het schrijven zijn en waar ook wat over gepubliceerd zal gaan worden. Jullie zijn al 2 jaar bezig met onderzoek en dat is dus nog steeds gaande. De data hebben we verzameld in begin 2015. Maar toen hebben we voor een aantal kerken eerst rapportjes gemaakt. Dat hadden we afgesproken. Van dan krijg je een soort overzicht van wat daar uitkomt als een beloning voor het meedoen. En dan moet je data gaan analyseren en zo. Dan ben je gauw een half jaar tot 3/4 jaar verder. En dan kun je eigenlijk pas gaan schrijven en meer inzoomen op een aantal aspecten. En we werken gewoon per onderwerp een aantal vragen af. Ja, laten we inderdaad even inzoomen op die verschillende aspecten. Allereerst even over die terugkomend op die achtergrond. Waarom is het zo dat veel mensen overstappen van PKN naar Evangelische Kerk? Wat uit het onderzoek naar voren komt. Dat wil niet zeggen dat dus het antwoord is. Maar wat we hebben gevonden is dat het ten eerste gaat om hele gelovige mensen. Die zou ik kunnen zeggen, die wel de orthodoxe christelijke geloofsvoorstellingen echt stevig onderschrijven. Dat is belangrijk. Het zijn mensen die, we noemen dat intrinsiek religieus gemotiveerd zijn. Dus mensen die echt omwille van het geloof naar een religieuze gemeenschap gaan, naar een kerk gaan. En dat dus niet doen om bijvoorbeeld enkel maar mensen te ontmoeten. Nee. Of omdat dat nu eenmaal zo hoort of weet ik wat. Dus dat is van belang. Maar er zijn dus ook mensen die zonder kerkelijke achtergrond naar zo'n evangelische gemeente gaan. Ja, en die mensen, daar kwamen we achter dat die mensen vooral door de partner betrokken raken bij een evangelische gemeenschap. Dus die hebben een partner of die zijn gehuwd met een partner die in zo'n kerk zit. En dat verklaart heel sterk waarom mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben op een gegeven moment toch naar zo'n evangelische gemeenschap gaan. We kunnen niet goed zeggen wat nou precies de causale volgorde is. Of ze eerst de partner hebben ontmoet en toen naar de kerk. Of hoe dat precies is gegaan. Maar als je mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben, die worden meestal via een partner geïntroduceerd in de kerkelijke gemeenschap. En dus in dit geval een evangelische gemeenschap. Ja, laten we dan even kijken naar het aspect van de normen en waarden. Hoe zijn die normen en waarden veranderd van evangelische christenen de afgelopen jaren? We hebben geen onderzoek gedaan door de tijd. Dus we kunnen niet echt een vergelijking maken hoe was het 10 jaar geleden. We kunnen dat wel doen op basis van literatuur, wat eerder is gevonden. En er vallen eigenlijk 2 dingen op. We hebben gekeken naar hun economisch conservatisme. En dat betekent van, in de onderzoeksliteratuur betekent dat eigenlijk van, als je een liberale kijk hebt bijvoorbeeld op de economie, bijvoorbeeld van de vrije arbeidsmarkt, de overheid grijpt niet in om inkomens te nivelleren. Men zegt, daar heeft de overheid eigenlijk geen taak in. Dus de vrijheid in de economische sfeer staat voorop. En dat kan er dus toe leiden dat sommige mensen veel verdienen, anderen minder. Daar op dat punt, als we dat vergelijken met eerder onderzoek, zijn evangelische christenen opgeschoven meer naar de linkerkant. Ja, meer progressief geworden. Meer progressief. Dus dat betekent dat ze meer bij de linkse partijen zitten, in de zin van een ban op de marktwerking, of een ban in ieder geval, een restrictie op de marktwerking, meer een verantwoordelijkheid leggen bij de overheid om tot inkomensnivellering te komen en dat soort zaken. En op wat voor punten zijn ze dan juist wel conservatief gebleven? Dan moet je denken aan zaken als het gaat om burgerrechten, bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting. Daar is men wat ambivalent in. Men is er niet echt voor dat je
alles maar kunt roepen wat je vindt. Daarin wijken ze overigens niet zozeer af van de Nederlandse bevolking, want vele mensen vinden dat. Maar vooral als het gaat over, zeg maar, wat wij dan noemen pro-life issues. Ja. Zaken als voltooid leven of zo meteen net het item over de embryo. Ja. Abortus, euthanasie, omgaan met het levenseinde. Maar bijvoorbeeld ook een zaak als homoseksualiteit. Ja, daar zijn ze dus nog conservatiever in. Ja. Is dat ook iets wat wij terug hebben gezien in de verkiezingen die we natuurlijk net gehad hebben? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Wat je wel kunt zeggen is, we hebben ook bijvoorbeeld gevraagd, wat stemt u en wat is uw politieke voorkeur, et cetera, et cetera. Ja, ja, dan blijkt wel dat je dit echt tegenkomt. Dan zou je dit kunnen labelen aan bijvoorbeeld de ChristenUnie. En dat is ver weg de meest populaire partij onder onze onderzoeksgroep. Ja. Dus meer dan 50% stemt op de ChristenUnie. En wat ons ook opviel, een vrij kleine groep op de SGP of het CDA. Ja, ja, dus die christelijke partij sluit dan dus toch wel meer aan bij die, ja, misschien ook wel die verschuiving naar links toe. Ja. 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 Is het nou zo dat die normen en waarden van Nederlandse evangelisten, zorgt dat ervoor dat ze loskomen te staan van de samenleving? Is dat iets wat hun zodanig onderscheidt dat ze er afstand van krijgen? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Wat we nog willen onderzoeken is hoe en in welke mate mensen echt participeren aan de samenleving. Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk in niet-religieuze organisaties. Mm-hmm. En of ze daar ook geld aan geven. We hebben de data wel, maar ik heb daar simpelweg nog niet naar gekeken. Maar bijvoorbeeld als het gaat om die economische waardenormen, dan zijn ze eigenlijk linkser dan de gemiddelde Nederlander. Dus zou je kunnen zeggen, stellen ze zich niet buiten, absoluut niet buiten, buiten de samenleving. Als je ook gewoon überhaupt kijkt naar de sociaal-economische status van de mensen die aan onderzoek hebben meegemaakt, dus de mate van opleiding en wat men verdient. Ja, dan heb je te maken met een hele hoog opgeleide groep, HBO, WO, verreweg de meeste, die behoorlijk veel verdienen. Ja, dus het betekent dat, dan kun je al niet buiten de samenleving staan, maar die wel in een aantal ethische kwesties een duidelijk standpunt hebben. Ja, precies. Waarbij we wel bijvoorbeeld zien, dat viel ons ook al op, dat bijvoorbeeld als het gaat om zaken als pro-life, dus euthanasie, een oordeel over zelfdoding, abortus. Daar zien we geen verschil tussen jong en oud. Maar dat zien we bijvoorbeeld weer wel bij opvattingen over homoseksualiteit. Ja, daar zijn wel verschillen in te merken. Ja, ja, dus jongere mensen met een evangelische achtergrond denken daar weer veel genuanceerder over dan de oudere generatie. Ja. En dat kom je eigenlijk, denk ik, bij de andere kerken ook wel tegen. Ja, ja, dan tenslotte, het derde aspect van uw onderzoek is de betrokkenheid bij de kerk. Op welke manier zijn mensen meer betrokken bij de kerk volgens uw onderzoek? We hebben gekeken naar drie dingen. Het geld wat men doneert. En we hebben gewoon gevraagd hoeveel geeft u gewoon? Gewoon een open vraag. Dat had een hele erge range van mensen die met een paar honderd euro tot sommige mensen gaven 30.000 euro per jaar. Maar het gemiddelde kwam dat ergens uit boven de 1.000 euro dat men per jaar in de kerk geeft. En is dat hoog in vergelijking met bijvoorbeeld een PKN en dat andere is, gemeentes? Ja, dat is erg, dat is echt substantieel hoger. Ja, ja. Hoe komt dat mensen misschien op die manier meer betrokken zijn bij de kerk? Nou, dat zijn we wel nagegaan. Eigenlijk de enige verklarende factor die we konden vinden, dat was niet zozeer een kwestie van geloof, maar vooral het inkomen. Dus men heeft kennelijk ook de financiële middelen om dat te doen. Dus er was een hele sterke samenhang tussen het inkomen wat mensen hebben en wat ze doneren. Ja. Nou, dat is op zich logisch. Maar we hadden eigenlijk ook verwacht dat daar geloofsovertuiging of zo'n rol zouden spelen. Maar dat kwam uit de analyses niet, naar voren. Nee, kwam uit de analyses niet naar voren. Verwacht u nou dat de groei van evangelische kerken door gaat zetten de komende jaren? Dat is moeilijk te zeggen. Nederland als geheel wordt, als het gaat om geloofsovertuigingen, minder orthodox. Ja. Christelijke geloofsovertuigingen worden minder aangehangen.
En dat is wel de vijver waaruit die evangelische groep, om het zo maar te zeggen, vist. Ja. Dus of ze dat lukt om mensen te blijven trekken, dat is een open vraag. Ja. Ik kan niet strikt zeggen ja, nee. Of nee, maar dat wordt wel spannend. Gaat afwachten. Ja, ja. Dank voor uw toelichting, Paul Vermeer. Graag gedaan. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Dag.